Auto te water in Sint Miegers Gestel. Pastoor overlijdt na val met fiets in Den Bosch. Politie, Belastingdienst en gemeente doet inval bij woonwagenkamp in Breda. Een man valt 6 meter omlaag in een bouwput in Tilburg. Motorrijder raakt zwaar gewond in Odiliapeel. Een motocrosser is afgelopen weekend ernstig gewond geraakt op een zandpad grenzend aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel. 4 crossers konden een afzetting van 2 ijzeren palen met daartussen een ketting net op tijd omzeilen. Een van hen was te laat en klapte met zijn hoofd tegen de ijzeren paal. Een arts van de traumahelikopter oordeelde dat de man met de ambulance naar het ziekenhuis kon. Pastoor overlijdt na val met fiets in Den Bosch. Een botsing tussen 2 fietsers heeft zondagavond het leven gekost van een 50-jarige man uit Rosmalen. Het blijkt te gaan om pastoor Uitewaal van de parochie Moeder Teresa in Den Bosch. Het ongeval gebeurde op de Graafse baan tussen 's-Hertogenbosch en Rosmalen. De pastoor fietste vanuit 's-Hertogenbosch in de richting van Rosmalen over de Graafse baan. Voor hem fietste een 17-jarige jongen uit Rosmalen. Toen de geestelijke de jongen wilde inhalen, kwamen de sturen van de fietsen in elkaar terecht. Hierdoor kwam de man zeer ongelukkig ten val en viel met zijn hoofd op de stoeprand. Hij is door agenten nog gereanimeerd en er is een traumahelikopter ingezet. Maar dit alles mocht niet meer baten. De man is ter plaatse overleden. Auto te water in Sint Miegers Gestel. Brandweerduikers van Sint Miegers Gestel zijn zondagochtend opgeroepen om assistentie te verlenen aan de politie voor een auto te water in de Zuid-Willemsvaart. Voetgangers die langs het kanaal liepen op de Poeldonk in Den Dungen zagen bandensporen naar het water gaan en schakelden onmiddellijk de politie in. Er zat niemand meer in het voertuig. Het ging hierbij om een gestolen Hyundai uit Nuenen. Het scheepvaartverkeer is lange tijd stilgelegd in verband met de berging. Bestuurder raakt ernstig gewond na een ongeluk op de N62 tussen Gilze en Alphen. Bij een ongeluk op de N62 tussen Gilze en Alphen is een bestuurder van een personenauto vermoedelijk ernstig gewond geraakt. De man kwam maandagavond door onbekende redenen tegen een lantaarnpaal terecht. Rond 11 uur werd melding gemaakt van het ongeval. In eerste instantie leek de bestuurder in de auto bekneld te zitten. Op het moment dat de brandweer met 4 wagens ter plaatse kwam, was de bestuurder echter al uit het voertuig. Naast de brandweer kwamen ook 2 ambulances ter plaatse. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Politie, Belastingdienst en gemeente doet inval bij woonwagenkamp in Breda. Bij een grote controleactie bij een woonwagenkamp in Breda zijn 2 hennepkwekerijen opgerold. Het gaat om het kampje aan de Emerweg in wijk Tuinzicht. Zowel de politie, gemeente, brandweer als de Belastingdienst waren aanwezig bij de handhavingsactie. In het kader van het vrijplaatsenbeleid zijn 15 woonwagens aan de Emerweg gecontroleerd. 1 persoon is aangehouden wegens het belemmeren van de controle. Er zijn 2 kleine hennepkwekerijen aangetroffen in schuurtjes waarvan de planten al verwijderd waren. Tegen de betreffende eigenaren is procesverbaal opgemaakt vanwege diefstal van stroom. De gemeente heeft alle bouwwerken op het terrein in kaart gebracht om te kunnen beoordelen of ze in overeenstemming met de regels zijn gebouwd. Later op de dag vond zo'nzelfde inval plaats bij een woonwagenkamp De Nieuwe Inslag in Breda.
man valt 6 meter omlaag in een bouwput in Tilburg. Op het Wagnerplein in Tilburg-Noord is woensdagochtend een man in een bouwput gevallen. Hij viel daarbij 6 meter omlaag. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te verschijnen. Het gaat om een 22-jarige man uit Waalwijk. Hij was in de bouwput aan het werk toen hij plots naar beneden viel en tussen een funderingspaal en een graafmachine terecht kwam. Met een daar al aanwezige kraan werd de man uit de put gehaald. De man is uiteindelijk met een ambulance naar het Tweestedenziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had rugklachten en verschillende schaafwonden. Na onderzoek mocht hij weer naar huis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De arbeidsinspectie is gebeld en stelt een onderzoek in. Gekantelde vrachtwagen zorgt voor stremming op de N279 tussen Veghel en Beek en Donk. Een gekantelde vrachtwagen heeft dinsdag voor een stremming gezorgd van de N279 tussen Veghel en Beek en Donk. Een klapband is vermoedelijk de oorzaak van het ongeval, waarbij vele honderden liters dieselolie op het wegdek terechtkwamen. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Naast de brandweer werd er een speciale machine opgetrommeld om het asfalt goed te reinigen. Dit was het voor deze week. Kijk volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Als Elke Seconde Telt.